Deurprocedure. De deurprocedure is stap 1 van het veilig binnentreden. Het doel van deze stap is het veilig openen van de deur om daarna de aanwezigheid van brandstof achter de deur te kunnen controleren. Voordat de deurprocedure wordt uitgevoerd, maakt de aanvalsploeg eerst de uitrusting gereed. Daarna controleert de ploeg de toegangsdeur op temperatuur. Vervolgens kan de deur worden geopend. Gereed maken van de uitrusting. Controleer elkaars uitrusting en stel de straalpijp in op het maximale debiet met een kegelhoek van 30 graden. Test deze instellingen bij het voertuig door enkele pulsen water te geven. Kijk of de druk voldoende is en of de kegelhoek klopt. Temperatuurcontrole van de deur. Het deuroppervlak wordt eerst gecontroleerd op temperatuur. Doe dit met de hand of met een straal. Een koud aanvoelende deur betekent niet per definitie dat de situatie achter de deur veilig is. Misschien is het een houten of een brandwerende deur. In dat geval kan de ruimte of rook direct achter de deur best heel heet en dus gevaarlijk zijn. Door een dun laagje water aan de bovenkant op de deur te spuiten, kunt u ook vaststellen hoe warm de buitenkant van de deur is. Wanneer dit water verdampt, wijst dit op een hoge temperatuur. Maar ook hier geldt dat een houten deur een sterk vertekenend beeld kan geven. Trek binnen nooit uw handschoenen uit om de temperatuur van een deur te controleren. Om de deurprocedure goed uit te voeren, moet behalve de temperatuur van de deur ook de draairichting en de positie van de deurklink worden gecontroleerd. De collega zonder straalpijp voert deze handelingen uit en kan daarbij eventueel een warmtebeeldcamera gebruiken. Wanneer een dichte deur heet is en de brandstof zichtbaar door de kieren stroomt, is de verkenning afgerond. Twee zijden van de branddriehoek, temperatuur en brandstof, zijn dan namelijk zichtbaar aanwezig. Bij het openen van de deur in deze situatie kunnen de uitstromende brandgassen ontbranden als gevolg van de toetreding van zuurstof. Wanneer dit gebeurt, moet direct worden begonnen met offensieve brandgaskoeling. Is het buiten te donker om te kunnen zien of er brandgassen door de kieren van de deur naar buiten stromen, controleer dan met een zaklamp de bovenkant van de deur. Dat is een taak voor de collega zonder straalpijp. Openen van de deur. Het openen van de deur is bedoeld om te controleren of er brandstof achter de deur aanwezig is. Voordat de deur wordt geopend, geeft de straalpijpvoerder eerst twee korte stoten met een nevelstraal boven de deur. Eerst bovenaan de scharnierkant van de deur, vervolgens bovenaan de kant van de deur waar de klink zit. Brandgassen, die door de kier aan de bovenkant van de deur naar buiten komen, worden op deze manier direct gekoeld en verdund. Dit noemen we het maken van een koude blok. De deur mag vervolgens niet verder opengaan dan nodig is om een nevelstoot door de deuropening te geven. Dit gebeurt met een spuithoek van 45 graden, een kegelhoek van 30 graden en een puls die ongeveer 1 seconde duurt. Deze puls koelt de brandgassen en beschermt de straalpijpvoerder tegen een eventuele plotselinge ontbranding. Let hierbij op dat de waternevel niet het plafond of de wanden raakt. Om de puls goed te kunnen plaatsen, moet de deuropening precies groot genoeg zijn en de straalpijpvoerder in de juiste positie voor die opening zitten. Hoe ver de deur precies open moet en hoe de straalpijpvoerder precies moet gaan zitten, hangt af van de omvang en de vormgeving van de ruimte achter de deur. Dit betekent dat de positie van de straalpijpvoerder en de vraag hoe ver de deur open moet in elke situatie anders kan zijn. Nadat de deur is geopend, controleert de straalpijpvoerder de rookgassen op kleurstelling en verdichting. De collega van de straalpijpvoerder zorgt er met zijn voet voor dat de deuropening niet groter wordt dan nodig is. Na de puls in de ruimte doet hij de deur direct weer dicht. Na het sluiten van de deur geeft hij zijn waarneming direct aan zijn collega door. Daarbij communiceert hij wel brandstof of geen brandstof. Is er geen brandstof, dan kan de ploeg naar binnen gaan. Is er wel brandstof, dan moet eerst worden gecontroleerd wat de temperatuur van de brandgassen is. Hoe je dit kunt doen, wordt uitgelegd in de volgende stap van het veilig binnentreden, de temperatuurcheck. Wanneer bij het openen van de deur een gloed of vlammen in de brandgassen zichtbaar zijn, dan is de verkenning van deze ruimte afgerond. Er zijn dan namelijk twee zijden van de branddriehoek zichtbaar, brandstof en temperatuur. In dat geval moet meteen worden gestart met offensieve brandgaskoeling. Dit betekent dat u de rookgassen actief gaat koelen. Wanneer de deur voor de tweede keer wordt geopend, moet precies dezelfde deurprocedure worden toegepast. We hebben nu stap 1 van het veilig binnentreden, de deurprocedure, behandeld.
De handelingen van deze procedure zijn geen doel op zichzelf, maar alleen bedoeld om een veilige en effectieve RSTV-verkenning mogelijk te maken. De situatie bepaalt welke handelingen wel en niet worden toegepast.